Want het is een indicator die jou helpt te laten zien wat er eventueel gaat gebeuren. Een indicator geeft jou nooit 100% garantie. Er is geen enkele indicator die jou dat kan bieden. Hey, welkom bij de Cash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En dit is alweer het tweede deel van de indicatoren die je kan gebruiken met crypto. Vandaag gaan we kijken naar de RSI en de MACD. Okay. Daar gaan we vandaag eens eventjes naar kijken. En ik zal zeggen, trap er maar gelijk lekker af met de RSI. Ja, net zoals vorige keer voegen we hem weer gewoon lekker makkelijk toe. De RSI, Relative Strength Index is dat. En de RSI is eigenlijk een hele handige tool die jou vertelt wanneer je kan verkopen en kan inkopen. Ja. En ik zeg kan verkopen of inkopen, want het is niet een moet inkopen of verkopen, want het is een indicator die jou helpt te laten zien wat er eventueel gaat gebeuren. Een indicator geeft jou nooit 100% garantie. Er is geen enkele indicator die jou dat kan bieden. Maar de RSI die vertelt jou eigenlijk wanneer het een goed koopmoment is of een goed verkoopmoment. En dat gaan we laten zien aan de hand van de RSI. Ja, en ik heb vandaag een keer de Ethereum chart erbij gepakt tegen de US dollar op Coinbase. Je ziet een paar dingen in de RSI indicator. Dat is het onderste gedeelte wat we hier zien. Je ziet de oranje lijn. Dat is eigenlijk de indicatielijn. En dan zie je hier twee horizontale lijnen. En die geven gewoon een bepaald gebied aan. Komen we boven de 70, dan noemen we het overbought. Komen we onder de 30, dan heet het oversold. En dat geeft eigenlijk gewoon aan. Op dit moment wordt er misschien iets te veel gekocht voor een bepaalde prijs. Ja. Oftewel, als die overbad is, inderdaad, dan wordt er iets te veel gekocht en is de kans aannemelijk dat we een klein stapje terugmaken. Ja, dat die dus eigenlijk relatief misschien duur is. Ja. Zo kan je het zien. Alleen, echter, het is niet een garantie. Nee, het is een extra confirmatie die je gebruikt om te bepalen of je wel of niet in een trade of uit een trade stapt. Ja, daarom moet je ook altijd op zoek naar die confirmaties. Hè? En dat is in combinatie bijvoorbeeld met ons eigen levelsysteem. Werkt het op zich best prima. Wij gebruiken in principe altijd de levels. En aan de levels kunnen wij met ervaring nu wel zien waar de RSI zich eventueel zou bevinden. Maar ter confirmatie kan je altijd gebruik maken van je RSI bij je levels. Ja, want je ziet bijvoorbeeld dat hier die RSI gigantisch was uitgeslagen. Maar uiteindelijk is die alleen maar gaan consolideren. Je hebt niet echt een terugval gekregen. Nee. En dat had je met levels. De RSI zelf is door deze korte consolidatie is de RSI hier wel afgekoeld. En daarna gewoon weer een nieuwe opwaartse beweging kunnen maken. Soms heeft de RSI inderdaad ook even tijd nodig om af te koelen. En neemt nog steeds niet weg dat je had hier dus verkocht, had je uiteindelijk toch wel een stuk lager in kunnen kopen. Want op het hoogste punt stond hij op $280. En dan had je terug kunnen kopen eventueel als je dat daar al gedaan had. Want hier staat de RSI niet op een oversold, waar je dan eventueel op terug zou kopen. Mm. Maar je had $50 goedkoper in kunnen kopen. Jawel. En ik heb ook wel een andere tip daarvoor. Kijk sowieso altijd, dat geldt eigenlijk voor alle indicatoren, bekijk het op meerdere tijdframes, want je ziet dat de waarden dan ook anders zullen zijn. Ja, klopt. Ik zit nu op de dag en ik ga naar de 4 uurs. Ja, dan zie je dat die lijnen al helemaal veranderen. Ja, dit was staan de oude een stuk top. Dichter bij elkaar. Tijdsframe wordt kleiner. Dit was inderdaad de oude top. En hier slaat hij al een paar keer uit. En hier had jij op zich een hele korte termijn trade had je nog kunnen maken. Was je er te lang in blijft zitten, dan was je nat gegaan. Maar had je alleen getraden op de RSI? Alleen op de RSI, dus daarom zeggen we ook gebruik. Ja, dat is heel gevaarlijk. Ja, want had je alleen getraden op de RSI en was jij hier uitgestapt? En was jij pas weer ingestapt als die oversold was? Ja, dat is hier niet gebeurd. Hij is daarna gewoon weer omhoog gegaan. Dus alleen op een RSI traden is ook nooit verstandig. Gebruik hem gewoon ter extra confirmatie. Heb ik nog een klein tipje, trucje. Van de sluier, eentje. Ja, die gebruik ik zelf regelmatig. Als ik een kortere termijn, een kleinere tijdframe gebruik. Ongeveer een uur of minder. Laten we zeggen een uur of een kwartier. Dat zijn charts die je vaak gebruikt. Dan zet ik die levels, die zet ik hoger en lager. Dus pas 20 en 80 zijn bij mij de extreme. Dan zie je dat die veel minder vaak een signaal geeft. En als die dan toch een signaal geeft, zit je veel dichter op die koers. Is die net even iets zekerder? Ja, staat die net iets scherper. RSI.
Oké, dit was de RSI. Veel gebruikte basisindicator. Vooral mensen die net beginnen met crypto, die gebruiken de RSI vaak. En het is ook een prima indicator als extra confirmatie. Absoluut. Next one, de MACD. MACD. Veel gebruikte indicator. Een MACD is eigenlijk een samenstelling van een oscillator. Dat is wat we hier zien staan. Uitslag geeft van een momentum, van de kracht. En waar eigenlijk de meeste mensen hem voor gebruiken, is de lijnen die er staan. Je hebt namelijk twee signaallijnen. En een MACD wordt gebruikt op basis van kruisingen. Want eigenlijk staan er gewoon twee moving averages. Ja, in feite die hebben ze gewoon van de koers afgepakt en eronder gegooid. En wat mensen doen is de kruisingen die je hier bijvoorbeeld ziet, als er zo'n kruising is, in dit geval is het dan een signaal om een short te nemen of je positie te verkopen. En een opwaartse kruising, die kan dan lager plaatsvinden. En meestal gebruik je daar ook die basislijn voor, want dit is de nullijn. Ja. En dit zit eronder. En hier kruist je hem daaronder, koers omhoog. Kruist je hem daarboven, koers omlaag. In een notendop. Ja. Als extra conformatie kan je dan hier ook nog in gebruiken. Als jij boven deze lijn zit, kijk je eigenlijk alleen maar een beetje naar momenten om op een hoog niveau een short op te pikken. Op een laag niveau een long. Want je zit dan in momentum. Je kan een soort trend ermee bepalen. En die histogram die eronder staat, die wordt eigenlijk niet heel veel gebruikt, maar dit is eigenlijk ook een tool om het momentum mee te meten. MACD, veel toegepaste indicator. In combinatie met, zoals we eerder al zagen, een RSI wordt hier vaak toegepast. Ja, de MACD en de RSI. Ja. Vond je dit weer een leuke video? Abonneer dan sowieso op dit kanaal. En als je een notificatie wil krijgen als we een filmpje posten, druk dan even op het belletje. In de volgende aflevering nemen we de Bollinger Bands mee en de Money Flow Indicator. Oei. Nogmaals, abonneer sowieso op dit kanaal. Onderaan deze video vind je alle links terug naar Cryptocurrency Club Nederland, Dopey.nl, ons Discord kanaal, support links. Alles staat onderaan deze video. Bedankt voor het kijken en we zien jullie de volgende keer. Laters. Laters.